12 kinderen van de Pikings Renang Crash aan de Puy-Contonstraat hebben hun eerste diploma behaald. Ze ontvingen een certificaat van de crash. Twee kinderen zijn uitgeroepen tot best geslaagde, vertelt de directeur Jolanda Bernstein-Burleson. Ze waren echt de flinksten, zegt de directeur. De certificaatuitreiking van de peuters was feestelijk. Bernstein geeft een terugblik op het afgelopen crashjaar. Ze hebben van alles en nog wat geleerd. Ze hebben gezongen natuurlijk, gespeeld. Ze gingen ook naar zwemles. Ze hebben ook zwemlessen gevallen. Ze hebben een fijne motoriek, grove motoriek, hebben ze ook gedaan. De kinderen hebben het hele jaar door met thema's gewerkt, want ze vallen onder een van de overheidcrashes. En elke maand kregen we dan een ander thema en daarna moesten we ons daaraan houden. En het thema naar de voeding vonden we ook belangrijk, want we zijn met ze naar de markt gaan. Het heeft indruk op me gemaakt omdat ze de naam van de groente kenden. Weet u, onder de markt konden ze je wezen van tante, dit is boulanger, tante, dit is antroa, en dat vonden we heel leuk. Bernstein wenste de peuters succes toe en vroeg de ouders goed op hun kinderen te letten en in ze te investeren. Ze vroeg de ouders ook de kinderen te helpen met hun schoolwerk. De crashdirecteur drukte de ouders ook op het hart om, als het nodig is, de kinderen op bijles te plaatsen. De certificaatuitreiking vond plaats aan de Puy-Contonstraat, waar de crash gevestigd is.